categorie hapjes die klaar zijn in minder dan 5 minuten presenteer ik jullie vandaag deze heerlijke focaccia torentjes met parmaham, paprika tapenade en burrata. Eerst maak ik de tapenade en hiervoor doe ik de gegrilde paprika's, look en pijnbompitten in de chopper. Ik voeg nog olie, basilicum, peper en zout toe en mix alles glad. Daarna haal ik met een dresseringetje rondjes uit de focaccia. Ik smeer er een lepeltje van de tapenade op en beleg ze met enkele blaadjes rucola, een plakje parmaham en een stukje burrata. Afwerken doe ik met een extra blaadje basilicum en dan zijn deze schattige hapjes helemaal klaar. Smakelijk!